Het rijke mijnverleden van Brunssum heeft op tal van plekken in de stad zijn sporen nagelaten. Van oude mijngebouwen wordt weer nieuw gebruik gemaakt en de oude bruinkoolgroeven in het centrum is al jaren geleden omgetoverd tot het prachtige vijverpark. In Brunssum-Zuid ligt achter de Wienweg een stuk land waar vroeger een mijnspoor liep. Over dat mijnspoor werden kolen van staatsmijn Hendrik naar staatsmijn Emma vervoerd. Zo vertelt buurtbewoner Henry Ummels. En daar is groen voor teruggekomen. En dat is een lint dat loopt eigenlijk van Brunssum uit tot helemaal in Nut. Tot de aansluiting op de hoofdspoorlijn die vroeger naar het noorden ging. Het parkje kon echter wel een opknap beurt gebruiken, zo vond Henry. Daarom trokken enthousiaste leden van het wijkteam Brunssum-Zuid het parkje in. Om er nieuwe bomen en struiken te planten. Wethouder Matt Hoebe, die ook de handen uit de mouwen stak, vertelt er meer over. Er komen fruitbomen te staan, vlierbessen, rode bessen of wel miemelen geheten. Om hier een aantrekkelijke plek voor de bewoners te maken. Maar Henry en de buurtbewoners houden zich niet alleen bezig met bomen en planten in het parkje. We zijn ook vogelhuisjes om het hangen. Er komen nog insectenhotels. Als het goed is komen ook bijen komen hier nog bij. Wat op de termijn ook nog de bedoeling is, is dat we het parkje ook nog wat willen opleuken met kunst, zeg maar, die verwijst naar het verleden van deze omgeving. Een mooi groen initiatief dat kan rekenen op hulp van jong en oud uit de wijk. En je ziet de opkomst is geweldig, hè? Mensen uit de buurt die gewoon meekomen helpen om dit werk te doen. Hartstikke fijn. Ja, dat is leuk. En we gaan samen knappen, werken we zo aan een leukere, steeds leukere buurt.